Want in je eentje sta je heel zwak. Dus je moet het opnemen tegen een, bijvoorbeeld een anti-krakenorganisatie of tegen een corporatie. Dat is gewoon heel erg lastig en vooral ook heel erg stressvol voor iemand. Want je zit dan met allerlei onzekerheid. Dus daar sturen wij op aan. En mocht het dan echt uit de hand lopen als die organisatie nog steeds iets heeft van nou barst maar, je moet eruit. Mm-hmm. Dan zetten we of een advocaat erop. We hebben ook advocaten binnen onze organisatie. Dus dan gaan we het via de juridische weg spelen. En daarnaast zijn er ook nog acties mogelijk. Dus bijvoorbeeld bij zo'n woningcorporatie of bij een anti-krakenorganisatie. Dat we eens langsgaan, dat we eens zeggen van hey, wat is dit? Dit kan niet. En publiceren dus ook. Dus artikelen schrijven, we brengen het in de media. We stimuleren de bewoners om zelf een Facebookpagina op te zetten of een Twitter-account. En laat maar horen aan de wereld wat er zich afspeelt.